Jawel, welkom bij deze pre-review van... En in één keer goed. Ja, goed hè? Bizar. Ja, bizar. Nu de titel van de game, dat was ook een mond vol. Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Je struikelt over, maar ook in één keer goed. Een soort van Engels. Zeker weten. Ja, want het is dus het soort van... het is gewoon de downloadable content voor Cyberpunk 2077. Ja, daar doe je het een beetje tekort mee. Downloadable content... Klinkt zo... Het is een chunk, een heel nieuw... Het is een spy thriller. Ik zeg liever expansion. Ja, dat zegt de marketingafdeling waarschijnlijk ook. Nou, maar CD Projekt Red kennen hun expansions, die stellen wel wat voor. Dat is over het algemeen is het gewoon een volwaardige single-player campaign. Want volgens mij waren er eigenlijk van tevoren al 2 expansions beloofd. Ja, maar dat ging natuurlijk, dat viel een beetje in het water doordat ze op de ene, ik weet niet waarom precies, maar ze waren nog bezig met die game, wat andere dingen, kleine bugs waren ze aan het fixen. Er waren wat issues bij launch, maar inmiddels 2 jaar na dato, ja, het doet me pijn om het te zeggen, maar 2 jaar na dato is die game wel echt enorm gefixt. Dat kwam eigenlijk tegelijkertijd met de Cyberpunk Edgerunners anime die op Netflix kwam. Een geweldige anime. Als je die nog niet hebt gezien, ga die alsjeblieft kijken, want het neelt het gevoel van Cyberpunk. En misschien nog wel beter dan die game. Ja, maar voeg daar ook nog een groot gedeelte aan backstory aan toe. En nu speelt die game echt heel vet. Ik heb de game op het begin gespeeld, ik heb hem uitgespeeld en dat was gewoon een vette ervaring. Mm-hmm. Maar het was niet zo bijzonder als The Witcher 3. En heel veel mensen hadden dat ook wel van... CD Projekt Red heeft niet echt de verwachtingen waargemaakt die ze hebben geschept bij die E3-demo die ze toen destijds hebben laten zien van... grote achtergrondverhalen van je character die echt impact zouden hebben. Nou, dat was gewoon niet zo. En dat je elke missie op tig verschillende manieren kon aanpakken. Met verschillende uitkomsten ook. Viel ook een beetje tegen. Er zaten wel 1 of 2 erin, maar dat viel een beetje tegen. Nou, die release was natuurlijk helemaal kut. Maar nu, in 2023, september, als ik me niet vergis, krijgen we de Phantom Liberty expansion. Ja. En we zagen daar gisteren de trailer van. Ik mocht voor mijn preview een game kiezen. En ik koos absoluut voor deze, want dit was voor mij toch wel echt een hoogtepunt. En de trailer ziet er echt fenomenaal ook uit. Waarom was het een hoogtepunt? Deze trailer specifiek? Of gewoon het feit dat je weer terug naar Cyberpunk kan? Ja, omdat kijk, de game is nu goed. Mm-hmm. En je moet gewoon een excuus hebben om in die wereld rond te dwalen. Want ik ben al lang bezig met de tweede playthrough. Die tweede playthrough doe ik volledig 100%. Omdat ik gewoon niet uit die wereld wil. Nou, dan is dit precies wat ik nodig heb. Ondanks dat hij nu... Ik ben echt spekkoper geweest. Ik heb deze game voor €5 op de kop getikt toen niemand het wilde hebben. Ja, ik wou net even duidelijkheid. Nu is die op Steam gewoon €60. Ja, natuurlijk. En je kon hem gewoon in de dark times van de release, kon je hem op een gegeven moment ook de next gen versie voor €10 oppikken of zo. Nou, dat is me gelukt, gelukkig. Dus, maar ik moet wel zeggen, ondanks dat die game inderdaad fucking vet is en goed werkt, die wereld is nooit geweest wat ons ooit beloofd is. En het is ook zelfs niet wat ik in een Witcher bijvoorbeeld wel vond. Hoe bedoel je? Nou, het voelde nooit zo elaborate als dat het ja, bij The Witcher op de een of andere manier wel voel. Dat ik het gevoel dat er meer consequenties zijn. Ja, absoluut. The Witcher had dat veel meer. En ik vond het einde vond ik zo zonder dat te spoiler. Want ik kom er straks nog wel heel even op terug waarom ik het niet wil spoilen. Maar ook dat einde voelde niet heel erg satisfying. Kan ook met mijn einde te maken hebben hoor. Want er zijn natuurlijk meerdere eindes. Maar wat deed je het wel beter dan The Witcher? Ik vond het cinematischer. Het was spectaculairder natuurlijk ook. De dialogen die waren uitstekend. Hetzelfde als The Witcher. En ook de storylines en de subquests die daaraan toegevoegd waren geweldig. Alleen inderdaad, ze hadden niet zo'n impact op het verhaal als dat The Witcher dat bijvoorbeeld wel had. Deze uitbreiding brengt een compleet nieuw verhaal met zich mee. Een verhaal dat je kan spelen tegelijkertijd dat je de normale base game aan het spelen bent. Okay. Dus die integreert eigenlijk volgens mij net zoals The Witcher expansions gewoon naadloos. Maar wat is er aan de hand? Jij wordt gecontacteerd door Songbird, een medewerker, althans mogen we geloven, van de New United States, de NUS. En de president is met Space Force One is neergestort vanwege een SAM-missile die hem uit de lucht heeft geschoten, of uit de ruimte, want het heet natuurlijk Space Force One. Is neergestort in een gedeelte van Pacifica, wat Dogtown heet. En Dogtown wordt echt geregeerd door... Tuig van de Riegel. Ja, tuig van de Riegel, dat kan je zo wel stellen. Een paramilitaire operatie is daar van Hansen. Je zag hem al zitten. En die ontvoert de president. Mm-hmm. De nieuwe president. En trouwens, een badass fucking chick. Als we die trailer mogen geloven. Ja. En dit is aan jou. Songbird doet jou een aanbieding om jou te helpen. Want jij zit met een probleem als V zijnde. Mensen die de game hebben gespeeld, die zijn er wel bekend mee. Songbird belooft jou te helpen. Mits jij uiteraard je mengt in de rescue dat operation. Probleem kan je wel zeggen, toch? Of is dat... Ik denk dat er best wel mensen zijn die dit nu dan alsnog gaan spelen als dit uitkomt. Dat denk ik wel, Jasper bijvoorbeeld, die zat hier gisteren. Die zei, ja, ik heb gewoon nog nooit Cyberpunk aangeraakt, omdat ik nu wacht tot dit er is. En dan ga ik me helemaal verliezen in die game. Ik wou zeggen, dit is het ideale moment daarvoor inderdaad. En jij gaat je dus mengen in deze rescue operation. Ja. En vervolgens gaat natuurlijk... Het is een spy thriller. Shit gaat de fan hitten. Shit gaat de fan hitten. En weet je, er zijn double crosses, er zijn double ages, triple ages. We weten het allemaal niet. En Idris Elba. Word je daar enthousiast van? Ja, fuck yeah. Ja? Tuurlijk man. Ik ben wel een Idris Elba stan, om het zo maar te zeggen. Denk je dat we in deze game, wat we net eigenlijk zeiden, van dat miste toch een beetje in Cyberpunk, ondanks dat ze dat ooit beloofd hebben, dat ze het hoopten. Ze hebben nu de tijd gehad om een wat, ik denk, compacter verhaal te maken, wat wel echt naar buiten... Ik denk niet dat die compacter is. Nee? Ik heb hier nog niks over gelezen verder. Nee. Dus ik weet niet hoe lang die gaat zijn. Maar is het net zoals The Witcher uitbreidingen, zoals Blood and Wine en dergelijke, kan het zomaar 30, 40 uur zijn. Volgens velen wel beter dan The Witcher 3, Blood and Wine bijvoorbeeld. Dus heb je die hoop hier dan ook voor? Ja. Ja, want om heel eerlijk te zijn, ik vond de wereld fantastisch. Ik vond de vibe fantastisch. Ik vond de characters echt geweldig. Maar het verhaal... Los van het probleem waar je mee zit, wat toch wel een vette predicament is, vond ik het verhaal... Ja, het kon beter, laat ik het zo zeggen. Het kon ook beter verteld worden, hoor. En deze, het voelde heel erg gelijk als een actiefilm, waardoor ik misschien ook wel een beetje angstig ben dat die wellicht korter gaat zijn, inderdaad. Ja. Dat zou kunnen. Maar Idris Elba, je vroeg me net erover. Hij lijkt zo'n double agent te zijn. En ga je met hem... En ik hoop ook dus dat dat een keuze gaat zijn. Wat in The Witcher bijvoorbeeld vaak wel dat soort dingen konden. Zeg maar in de originele Cyberpunk, bijvoorbeeld in zo'n situatie. En ik chargeer heel even. Idris Elba geef je de rijk in de hand. En je gaat samen met hem die shit oplossen. Dat kon je niet weigeren. Je moest altijd wel links of rechtsom, kwam je daarop uit bijvoorbeeld. Ja. En ik hoop dat je nu gewoon zelf... Face af. Nou, vooral omdat het een spy thriller is. Laat je zelf maar beslissingen maken waarvan jij denkt dat het goed is. Of juist niet denkt dat het goed is. Dat is volledig natuurlijk aan jou. En kijken hoe dat een impact heeft op de wereld. En ik hoop dat dat het geval gaat zijn. Maar ik moet zeggen, ze brengen het inderdaad naar buiten als spy thriller. Ja. Als ik de beelden zie, krijg ik niet per se spy thriller gevoel. Krijg ik gewoon... actie. Ja, nieuwe James Bond. Ja, absoluut. Nee, die vibe heb ik ook heel erg. En daarom vond ik die president ook zo vet. Die op een gegeven moment, je gaat haar natuurlijk redden. En je ziet haar letterlijk met een rifle rondlopen. De kamers enteren. Ook als eerste gewoon. Dus dat vind ik wel lijp. Jess Gordon heeft hem trouwens ook gespeeld van Windows Central. Mm-hmm. Die mocht er al mee aan de slag bij CD Projekt Red. Die was daar naartoe gevlogen. En wat hij nog wist te vertellen over deze expansion... is dat hij ook de base game volledig weer op de schop gooit. De base game krijgt nieuwe quests. Krijgt een volledig... waarschijnlijk inderdaad. De skill tree is helemaal opnieuw vormgegeven. Er zijn andere eindes ook in de base game nu gaande. En wat ik al zei, je kan deze game dus ook tegelijkertijd spelen. Terwijl je met de base game bezig bent. En dan gaat het dus wel impact hebben op de base game. Als het zo klinkt. Als er andere eindes komen, dan klinkt het alsof dit... Als je de game hebt uitgespeeld, dan weet je dat dat zo moet zijn. Oké, dus dat heb ik niet. Nee, oké, ja, maar dan wil ik ook niet al te veel over zeggen. Hij had het er ook over dat hij vond dat de game er veel beter uitzag. En hij heeft hem gespeeld op de Xbox Series X, dus niet op een PC. Wat we hebben gezien bij de persconferentie van Xbox, dat was PC. Dat stond er ook high performance game in PC. Ik weet nu wel ineens wat het einde is. Wat dan? Nou, maakt niet uit. Oké, nee, ik wou dat zeggen, laten we het niet over. Dan kan je gewoon naar de preview vragen. Dus zeg maar, al die dingen bij elkaar zorgen ervoor dat de base game, die op dit moment al vet was, nog beter gaat worden. En hopelijk dat Phantom Liberty ook gewoon een hele vette uitbreiding gaat zijn. Ook Keanu Reeves keert natuurlijk terug. Hebben we gezien in de trailer. Hij heeft ook weer veel nieuwe voice lines. Hij kwam ook even langs om te Nicolas Cage'en. Ja. Toch had ik daar liever Idris Elba gezien nu. Weet je? Dat was gek ook. Of allebei eigenlijk. Of allebei, maar als je Phantom Liberty toont... Ja, laat dan Idris Elba zien inderdaad. Nee man, ik ben reet enthousiast hiervoor. En we hoeven niet heel lang meer te wachten. Het is volgens mij nog 3 maandjes. Eitje. Ja, toch? Vet.